Wat is er? Hey, ga je grommen, hè? Ga je grommen, jongen? Hè? Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Deze week wil ik alles weten over fetishen. Want voor zover ik weet, heb ik er nog geen. Maar komt dat omdat ik niet weet wat ik spannend vind? Of is er echt niks voor mij? Lieke, ja. Hoe zit het met jou? Heb jij een fetish? Ik heb denk ik geen fetish of inderdaad nog niet ontdekt. Maar ik ben wel een beetje in de fetishwereld terechtgekomen. Wat dan? Want ik heb voetfoto's verkocht. Niet? Ja. Echt geld mee verdiend ook gewoon. Ja. Hoeveel? Twee foto's, 200 euro. Dat wil ik ook. Ja, snap ik. Als iemand foto's van mijn voeten wil, sluit in mijn DM. Wat je Insta. Het Bram Bosson. Ja, heel belangrijk. We zijn hier bij een fetishwinkel. Ja, we zijn op de perfecte plek om te gaan ontdekken of jij ergens warm van wordt. Of jij een fetish hebt ergens diep van binnen. Ja. Vind je het leuk? Heb je er zin in? Ja, ik heb er geld van. Ja? Oké, laten we naar binnen gaan. Hey Hans. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Bram, dankjewel. Hi. Welkom. Kijk rustig naar rond. Dat gaan we doen. Laat me weten als je ergens vragen over hebt. Yes, top. Dankjewel. Dit vind ik wel wat voor jou. Zeker. Ik wil deze. Die neem ik mee. Deze vind ik ook tof. Een één met een pik. Die wil ik. Bram, ik denk dat we wel klaar zijn voor de benedenverdieping. Ja. Nou, laten we naar beneden gaan dan. Oh, het is wel wat anders. Wow. Hans, wat is dan precies een fetish? Heeft dat dan altijd te maken met seks of zijn dat twee losse dingen? Het kunnen twee losse dingen zijn. Mensen ervaren het dragen van specifieke fetishkleding ook als een beleving. En natuurlijk vindt er in die kleding ook seks plaats. En hoe ontdek je zo'n fetish? Is dat puur toeval? Ik denk dat je er allereerst mee in aanraking moet komen. Je hebt fetish en je hebt BDSM. Ja, eigenlijk de basis van BDSM is een machtsverschil. Je hebt meestal een dominante en een passieve partner. Die hebben met elkaar een beleving waarbij die fetish ook weer een rol speelt. Ja. En dat wij vandaag hier zijn, denk je dat er een kans in zit dat Bram hierdoor zijn fetish ontdekt? Zou kunnen, ja. Wie weet. Zullen we maar kijken dan? Ik hoop het. Nou, daar gaan we dan. Mijn zoektocht is officieel begonnen en ik ben benieuwd of ik iets vind waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Oké, ja, dit zijn butt plugs. Deze heb ik. En die moet je heb dan... je? Ja. Oh. Ja, zegt. Oké. Maar moet je die dan de hele dag inhouden, want er staat all day long? Dat kan dus, ja. Heb je die nu niet in dan? Misschien wel. Voel je al iets? Nog niet. Nee, okay, ik heb het nog niet gevonden. Die is groot. Jij vond die van net groot? Het is gewoon een zwaard. Holy moly. Moet dit ook helemaal naar binnen? Nou, er zijn mensen die dat weg kunnen werken. Oh. Het komt letterlijk bij je mond weer uit. Kijk, als ik dan weer dit soort dingen zie, begin ik toch ergens een onzekerheid te krijgen. Als je dit nodig hebt om vrouwen een pleziertje te kunnen doen. Dit is meer herkenbaar voor jou, toch? Herkenbaar of niet, volgens Hans is puppy play een fetish waar ik als beginner makkelijk in kan stappen. Puppy play is echt iets waar je veel jongeren mee in aanraking kunt komen. En daar hebben we allerlei spullen voor om die belevingen te intensiveren. Bijvoorbeeld pupmaskers, ook paws. Mag ik hem opzetten? Ga je gaan. Ja? Oh joh. Ja. Waar het hem in zit is de verhouding tussen het baasje en de hond. Ja. Dus ik ben onderdanig nu. Ja, dat is wel het idee. Oh. Ben jij mijn baasje? Ja, heb je ook iets van een riem of zo? Ja, heb ik ook. Ik ga je even uitlaten. Moet je plassen? Moet je plassen, jongen? Moet je plassen? Godverdomme. Oh, hou mijn pikjes vast. Hoe voel je je? Ik voel me nu al neerbuigend. Ja? Ja. Ik word er nog niet gaal van. Oké, nou dus lopen. Wat is dit voor hond? Dat is een huilen. Oh. En merk je dat je al een warm gevoel krijgt van binnen? Of het geil wordt? Ja. Nee. Nee? Nee, nog niet. En misschien moet je beter je best doen. Even doorlopen. Geen goede hond? Valt nog veel te leren, denk ik.
Hé, hey, Bram, sta je een beetje te bekomen hier? Ja, maar als ik jou zo zie, heb jij iets voor me in petto? Ik heb een cadeautje voor jou. Kom maar op. Tada! Je eigen masker en riem. Ja? Ja, want je zat er nog niet helemaal lekker in, hè? In de hondenrol. Nee. Nee, nee. En daarom heb ik iemand voor jou geregeld die jou er meer over kan vertellen en iets meer de deur open kan zetten naar Puppy Play. Ja, waar gaan we nu heen? Gewoon, ja, we gaan dit voortzetten. Zet maar op. Riempje om. En ik noem je vanaf nu Leffe. 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 Iets beters kon je niet verzinnen. Nee, ik dacht Leffe blond, weet je wel, bier. Je denkt ook alleen maar aan zuipen, jij, hè? Ja, vaak wel, ja. Nou. Ja, we kunnen? Nee. Moet wel echt op vier poten, natuurlijk. Honden kunnen niet lopen. Hup. Ik begin mijn rol steeds beter te voelen. De dominantie spat er vanaf. Blaf, blaf naar hun. Woef, woef. Nou, kom maar even. Waar neem je me mee naartoe? Ja. Ik zie nog een hondje zitten. Hallo, ik zal erbij komen. Dag Mo. Ja, even van achter ruik ook natuurlijk, hè? Nou, Leffe, voel je al iets? Nog niet. Ja, wil je even los? Leffe, heb je niet dorst gekregen van al dat spelen? Kijk, ja, daar is water. Goed zo. Dat was hem. Hoe voel je je? Hondsdol. Het is even inkomen natuurlijk, ja. Maar ik heb wel mijn rol gevonden, denk ik. Ja? Ja. Denk je dat je dit leuker vindt dan een open te doen? Dat nog niet, nee. Want er is natuurlijk wel een verschil tussen dat er nu een hond met een hond speelt en wanneer ik jou uitlaat. Ja. Wat vind je leuker? Ik vond dit wel leuker dan uitlaten, ja. Ja? Ja. Zo. Hey man. Hey, bro. Hi. Aangenaam. Waar begon dit allemaal voor jou? Ik ben hierbij gekomen door een goede vriend van mij. Voor de eerste keer hadden wij een date. En hij had zo'n hondenmasker. Ik had hem aangetrokken en ik voelde me rechtstreeks thuis. Herken jij dat gevoel? Nee. Oh. Nee. En denk je dat dat iets is wat als je het dus niet meteen hebt, zoals Bram, dat je het wel kan opbouwen? Of je kan het sowieso opbouwen. Oh ja. Opbouwen kan je sowieso. Gaat het echt om de feeling op het moment dat je... Nou, eerlijk gezegd, als je dat zo'n hondenmasker aantrekt, zit je in een andere rol. En heb je dan ook seks met andere puppies of met baasjes? Ja, met baasjes en andere puppies. En heb je dan ook wel eens een streng baasje? Als je niet luistert, dan heb je twee momenten. Je krijgt gewoon een tik, dan ga je om de hoek. 10 minuten, 5 minuten laat hij je gewoon zitten. Als jij tegen gaat stribbelen, dan wordt je baasje niet blij. Is de fetish voor jou altijd gekoppeld aan het hebben van seks? Ja. Maar heb jij nog een goede puppycursus voor jou? Zeker. Nog een paar dingen die je mag leren? Helemaal prima, dat wil ik graag. Ja, nou perfect. Dan gaan de maskers weer op. Voel jij nu dan, oh nee, daar gaan we weer? Of denk je, oké, vet interessant. Let's go. Ik denk alleen maar, oké, let's go. Daar gaan we, puppytraining. Eerste puppytraining, jongen. Oef, pootje. Goed zo. Ga eens af. Ga eens af. Af. Goed zo. Rollen. Goed zo. Het is echt een goede hond dit. Goed zo. En als je niet luistert, is het gewoon heel simpel. Dan is het gewoon naar de hoek. Laat je hem 5 minuten zitten. En daarna roep je hem weer terug. Naar de hoek. Gewoon even 2 tellen. Kijk hem nou. Goed zo. Bootje. Goed zo, jongen. Ja. Ben jij zelf ook zo'n goede puppy? Ja, ik kan heel goed zijn. Ik kan ook eigenwijs zijn. En ligt dat dan aan je eigen dag of zo? Nee, het is gewoon, dat is de rol. Soms moet je je eigen baas even een klein beetje naar boven trekken. Laat me zeggen, een klein beetje boos laten maken. Want als je dat niet doet, dan is het spel oneerlijk. Als mijn baas zegt, blijf zitten en toch loop je mee, dan fok je mee. Oh, dat zie je. Shit. En nu? Wat moet ik nu doen dan? Dan moet je hem even trekken. Oh ja. Af. Leffe. Hier, fok jij maar. Huh. Wat is er? Hey. Huh. Ga je grom, hè? Ga je grom, jongen? Hè? Pas erop jij, hè, vriend? Huh. Hey. Oppassen.
Is er ook een soort codewoord? Als een hond het niet meer voelt en denkt ik wil stoppen? Als je twee keer gaat grommen, dan weten we dat ze stoppen. En als je nou iemand gaat grommen, wat je niet leuk vindt, één keer, dan weet ik, ik moet mijn eigen puppy in mijn scherming gaan halen. Kan je me nog iets meer laten zien? Van ja, zeker. Ik zou zeggen, loop mee naar beneden. Dan, Doe maar leffe, kan je trap lopen, jongen? Doe maar. Wel voorzichtig, hè? Eigenlijk niet goed voor de heupjes, maar we doen het toch. Achterstevoren zelfs, jeetje. Wat ben jij een circushond. Kijk eens. Wat we hier hebben. Man, wat hebben we hier? Dit noemen we sling. Je kan erop liggen. Mensen gebruiken voor om seks te hebben. Ja, je kan eigenlijk voor verschillende standjes gebruiken. Liggen op je buik, op je knieën. Wat jij wilt. Oh, dit betekent dat hij niet meer wil, toch? Twee keer grommen. Kom maar, doe maar af hoor. Hallo Bram. Dankjewel. Was je er klaar mee? Of wil je nog gewoon meedoen met het gesprek? Ik wilde graag wat vragen stellen. Dat mag zeker, jongen. Want dit is toch wel voor het eerst in mijn leven dat ik in een gay bar ben. Ik zie hier gaten in de muur. Klopt. Waar is het voor? Hier kan je je pik insteken en je reet. Maar hierboven is dan het feest gaande en hier heeft hier gebeurt de grootste seks. Maar waar begin je? In mijn vriendengroep. En zo ben ik doorgegroeid. Ja. Heb ik nieuwe mensen leren kennen op feestjes. Zijn er dan sites voor mensen? Je hebt sowieso een site ervoor. Je hebt Gay Romeo, je hebt Grindr. Oh, ja. Grindr. Staan er op Grindr ook puppies? Puppies, ja. Oh, echt waar? Ik heb dus ooit voor een video zelf Grindr gedownload. Ja. Ik kan je vertellen, ik ben een stuk populairder bij de man dan bij vrouw. Een bal, jij even. Ja. Hoe reageert jouw omgeving erop? Want je hebt één vriendengroep die het ook allemaal doen. Ja, al mijn vriendengroep vind ik leuk. En je familie? Niet. Die spreek ik al 10 jaar niet meer. Hierdoor? Ook hierdoor, over mijn homoseksualiteit. Heb je dat lastig gevonden? Dat je dus eigenlijk doordat je jezelf bent geworden, afscheid hebt moeten nemen van je familie? Heel erg ook. Ja. Want het blijft je ouders, hè? Het blijft je familie. Ben je gelukkiger nu? Ja, ik ben heel gelukkig. Ik heb een vriend waar ik nu al 2 maanden mee ga. Ja. Oké. Hij is ook je baasje? Nee. Oké, over baasjes gesproken. Ik zie dat jij een beetje onrustig wordt. Dus wij gaan lekker wandelen door het park. We gaan weer, ja? Ja, we gaan weer. Nou, dan gaan wij even een plasje doen. Ja, Bram, we begonnen dit item natuurlijk met is fetish iets voor mij? Wat is daarop je antwoord? Ik snap dat mensen hier iets mee hebben. Ik snap die rolverdeling. Ja. Maar het is er gewoon niet voor mij. Is er voor jou iets veranderd nu je een beetje deze wereld bent binnengestapt? Denk je er nu anders over? Nou, ik dacht eerst wel echt, waar neem je me mee naartoe? Maar naarmate, naarmate het gesprek vorderde en die erover vertelde, dacht ik wel van ja, ik snap dat dit jouw ding kan zijn. Ja, dat heb ik ook wel hoor. Dat voor mij het gekke randje er wel een beetje af is. Ja. Het is alleen gewoon niks voor mij. Ja, ik vind het leuk dat we deze wereld even zijn binnengestapt. Absoluut. Toch? Ja. Ja, dan hebben we nog één ding voor jou. Abort! Go, go, go! Dag Leppe! Go get the ball! Dankjewel voor het kijken naar deze video van Nieuwe Gasten. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond en abonneer even. En heb jij nou een fetish waar je heel erg nieuwsgierig naar bent? Laat het ons even weten en wie weet zoeken wij het voor je uit. Goed zo, jongen. Brave hond. Woef! Woef, woef.